ben gedetacheerd via de WVS-groep bij Indaver. Ik ben hier op een gegeven moment werkzaam om de vrachtwagens die komen in te wegen, uit te wegen. Ik heb 28 jaar bij Philips gewerkt. In verband met mijn gezondheid kon ik die werkzaamheden niet meer aan. Vanuit dat gebeuren, dat ik dus een stukje afkeuren jammer genoeg heb gekregen, ben ik in het traject begeleidend werk terechtgekomen. Indaver is al ruim 25 jaar actief op het gebied van afvalbeheer. We werken voor zowel gemeenten als industriële bedrijven. We zijn actief in 4 landen: Duitsland, Ierland, Nederland en België. Afval is inderdaad een waardevolle grondstof. We proberen namelijk nieuwe grondstoffen te ontwikkelen en aan de andere kant kunnen we ook energie eruit produceren. Stan heb ik grotendeels zelf begeleid. Die weet het al zo goed. Dat stel dat er weer een nieuwe Wegenbrugmedewerker zou komen, dat Stan die zelf zou kunnen begeleiden. Door de begeleiding van Remon kom je op een bepaald moment dat je na een x-aantal tijd zelfstandig kan werken. Computerwerk was vrij gemakkelijk. Uit elkaar houden van de klanten en de afvalstromen, dat is iets waar een paar maanden overheen gaat. Indaver heeft als duurzaam afvalbeheer een maatschappelijk verantwoord ondernemen heel hoog in het vaandel staan. En op die manier wil Indaver haar steentje bijdragen aan de maatschappij en iedereen een kans bieden om aan de slag te gaan. Het is niet altijd even makkelijk om dit binnen Indaver op te pakken. We zijn verspreid over ruim 20 locaties en daar zitten natuurlijk ook wel wat kleinere teams op die verschillende locaties. Wij zijn toen begonnen met 1 medewerker van WVS. Het heeft ongeveer een jaar geduurd en daarna is hij uitgevallen. Later was er een vacature vrijgekomen voor ons hier bij de Weegbrug. Wij dachten van, joh, waarom zouden we het niet met WVS kunnen proberen? En we hebben gedacht van dat we misschien met een pool gaan werken. Dat heeft zijn voordelen. Vooral als er eentje afwezig is, dan heb je altijd dat er weer een andere kan invallen. Op de Weegbrug, daar draaien mensen gewoon echt in een pool mee in het arbeidsproces. Hè. En die voelen zich ook echt op hun plek, die medewerkers. Die draaien volledig de Weegbrugproces. En ik denk van dat die mensen hartstikke enthousiast zijn en zich ook echt verantwoordelijk voelen voor dit proces om het tot een goed succes te maken en te leiden. Een andere medewerker geeft ondersteuning aan de administratieve processen bij Facilitaire Zaken. Ik ondersteun dus Steven van de Facilitaire Zaken. En dat houdt eigenlijk in dat mensen die hier werken, die krijgen bedrijfsmiddelen zoals telefoons, laptops, alle administratie wat daarvan binnenkomt, help ik hem bij. Ik doe wel dingen zelfstandig, dus ik heb wel ondertussen mijn eigen taakjes. Mijn beperking is dat ik al 20 jaar MS heb en daardoor is de functie op de benen gewoon heel slecht. Maar gelukkig staat het de laatste 18 jaar gewoon stabiel. Ik heb hiervoor 14 jaar bij een ander bedrijf gewerkt, maar door een reorganisatie ben ik eigenlijk op straat komen te staan. Maar ik wilde heel graag werken. Maar ja, helaas gaat dat niet zo makkelijk als je een beperking hebt. Ik denk voor mensen met een handicap en die heel graag willen werken, dat het gewoon heel belangrijk is om te werken. Het is gewoon leuk dat je kan zeggen van ik werk ook en ik verdien mijn eigen geld. We zijn goed op weg, terwijl het eigenlijk niet eens een moeten is, maar dat we het ook gewoon willen. En dat is denk ik wel waar ik heel erg trots op ben, op dat we dit als organisatie kunnen bereiken. Ik ben gewoon lekker bezig. Je werkt gewoon samen voor één doel te bereiken en je maakt er deel van uit. We voelen dat ik er echt bij hoor. Dus dat is voor je eigen waarde is dat gewoon heel prettig.